lezen één vers aanvankelijk en dat is uit Romeinen hoofdstuk 8. Nee, Romeinen hoofdstuk 1, vers 8. En tussen haakjes wordt het opgenomen, dus ik kan niet heen en weer lopen. Kan ik wel? Oké. Romeinen hoofdstuk 1, vers 8. Vers 16, sorry. Want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. Het evangelie, het goede nieuws. Het is een kracht van God voor ieder die gelooft. En dan kunnen we zeggen, ja, oké, ik geloof. Ik geloof in Jezus. En, ja. Maar wat is geloof? Men heeft allerlei types van geloof. Men heeft onder andere het tijdelijke geloof. We gaan wel naar de kerk en we gaan misschien ook nog naar een bijbelstudie. We gaan misschien nog naar een bidstond en... dan zijn we heel vroom en dan zijn we heel een beetje op de Heer gericht en dan daarbuiten dan leven we zoals de wereld leeft en zoals we vroeger geleefd hebben. En totdat er een crisis komt, een ziekte of wat dan ook al, en dan ineens gaan we heel serieus met de Heer aan de gang. En dan gaan we bidden en we gaan mensen bellen en we gaan een hele gebedsketen misschien opstellen. En we zijn heel serieus om nu met de Heer aan de slag te gaan. En we nodigen heel veel mensen uit om te komen bidden. En maar ja, God verhoort gebeden. Dus als die crisis voorbij is en als die ziekte misschien voorbij is, wat dan? Dan gaan we weer op ons eigen houtje weer voort, zoals wij geleefd hebben voordat de crisis kwam. Kennen we dat? En dat is een tijdelijk geloof. Andere mensen hebben een verstandelijk geloof. Ze geloven in Julius Caesar, ze geloven in Napoleon, ze geloven in George Washington. Ze hebben het gelezen in boeken misschien, en, of op school geleerd, en daar geloven we in. En zo kunnen we ook geloven in Jezus. We weten daarvan, hij is deze wereld geweest, hij is naar deze wereld gekomen, hij heeft geweldige dingen gedaan, hij is toen weer gestorven en hij is ook weer later opgestaan. En nou, dat lezen we ook in boeken, we lezen dit in geschiedenisboeken en ook in de Bijbel. Maar het heeft geen persoonlijke consequentie voor ons. Het doet ons niks. We weten het alleen met ons verstand. En dat heb ik zelf gehad. 17,5 jaar heb ik met mijn verstand geloofd. Alles wat in de Bijbel staat. Maar na 17,5 jaar kwam ik erachter dat ik nog steeds dezelfde persoon was. Totaal geen verandering. En daarom had ik ook van die dippen. En dan viel ik weer terug en dan gooide ik de Bijbel weer aan de kant. En dan begon ik een paar weken later, want Gods geest hier was een goed werk in mij begonnen, dus die gaat door. Dus hij trok me weer naar het woord toe en dan gingen weer een paar maanden goed enzovoort. En, maar dat is verstandelijk geloof. Het heeft geen persoonlijke consequentie. Het brengt je niet in een relatie met Jezus. En een paar jaar geleden kreeg ik een telefoontje uit Zuid-Afrika van een vrouw die dacht dat ik dacht dat zij niet geloofde. En ze zei, ja, maar ik geloof in de Heer Jezus hoor. Ik zei, ja, en de duivel gelooft ook in Jezus. Maar het doet hem helemaal geen goed. Dus wat is dat geloof? Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Het goede nieuws. Het evangelie is een kracht van God tot behoud van ieder. Dat behoud is, betekent de redding. En het Griekse woord, wat hier oorspronkelijke woord wat hier is, dat is het woord sozo. In Stadskanaal is een Pinkstergemeente, die hebben een koffiebar. Die heeft een koffiebar en dat heet sozo koffiebar. En dat sozo is niet alleen, dat betekent redding, het betekent veel meer. Het betekent ook bevrijding.
Dat betekent ook genezing. Dus eigenlijk wat hier staat is dat het evangelie, het goede nieuws, is de kracht van God tot redding, tot bevrijding en tot genezing. Met andere woorden, voor ieder van ons is bevrijding, genezing binnen ons bereik. En daar gaan we het over hebben. En dan wil ik met het begin beginnen. En waar de Bijbel mee begint, en dat is de Bijbel, daar staat dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft, dat de God de aarde maakte in 6 dagen en op de 6e dag, toen schiep hij de mens. Nadat hij al van alles geschapen heeft, het licht heeft hij geschapen, de bomen en de dieren heeft hij geschapen, maar dan schept hij de mens en hij zegt van de mens dat hij de mens schiep naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En wat is dat beeld, wat is dat gelijkenis? God is geest. En u en ik zijn een geest. En wij zijn als het ware een verlengstuk van God. Petrus praat erover dat wij zijn geschapen naar de goddelijke natuur. God heeft zijn karakter, heeft hij in ons leven gelegd. En wat is zijn karakter? We vinden dat terug onder andere in de vrucht van de geest. Hè? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, geduld. En nog een paar. Ja, ik heb het rijtje, ik heb het niet op een rijtje. Ja, ik heb het zelf wel op een rijtje, maar dat rijtje heb ik niet op een rijtje. In elk geval een verlengstuk van God zijn wij. En God heeft de mens een geweldige taak gegeven en dat is, hij moet de aarde onderwerpen en alles wat daarin is. We vinden het allemaal in Genesis 1, versen 26, 27, 28. En dan heeft daarbij, dus eigenlijk heeft God de mens een vorst over de schepping gemaakt, een koning, een prins, hoe je het ook wil noemen. Met een enorme verantwoordelijkheid. De mens is geroepen om te heersen en te onderwerpen. En daarbij heeft God nog de mens een geweldige gave gegeven. En dat is een gave van de vrije wil. Prijs God heeft ons niet een robot gemaakt. Of een computer die worden geprogrammeerd wat ze moeten doen. Nee, God heeft ons een vrije wil gegeven. Zodat wij keuzes kunnen maken. En God heeft ons zo vrij gemaakt dat wij zelf met ons leven, dat wij zelf kunnen beslissen wat wij met ons leven zouden doen. En God heeft de mens geplaatst in de Hof van Eden, de tuin van Eden, en om die te bewerken en te bewaren. Hij moest ze ook bewaren. En waarom? Omdat er was een vijand. En de vijand, dat is de Satan. Satan, die oorspronkelijk was hij een voorname engel aan het hof van God. En hij was, wat wij zouden zeggen, de aanbiddingsleider. En hij was, zoals in Ezekiel staat, hij was schoon van gestalte. En er kwam een trots bij deze engel. Het was eigenlijk denk ik een aartsengel ook. Hij kwam een enorme trots bij hem en hij gaat andere engelen verzamelen en creëert een opstand in de hemel tegen de engelen gods. En Satan wilde als het ware de macht overnemen. We vinden dat uitgebreid ook in Jesaja. Hè, dat boven de wolken ga ik mijn troon vestigen, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Maar Michael, de getrouwe engel, aartsengel en zijn hordes, engelen, die hebben de Satan en, of Lucifer was zijn naam toen, verslagen. En Jezus en de Lucifer is uit de hemel geworpen. En Jezus zegt ook, ik zag de Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. En ik kwam op deze aarde. En op deze aarde komt hij op een bepaald ogenblik, komt hij Adam en Eva tegen. Hij wordt weer geconfronteerd met God. Niet omdat Adam en Eva God zijn, nee, maar
God is, woont in hen. Zij zijn een verlengstuk van God. Ze dragen het karakter van God. En Satan wil de confrontatie aan met Adam en met Eva. En hij begint bij Eva. En wat doet hij? Hij gaat met haar praten. Hoe de duivel, die houdt ervan om te praten. En dan krijg je allerlei discussies en allerlei doctrines en ach, noem maar op. Daar word je gewoon niet goed van. Maar hij wil ons aan het praten krijgen. En veelal luisteren wij naar hem. En Eva luistert naar hem. En hij zegt, de Satan die zegt dan, God heeft zeker wel gezegd, hè, dat je niet van alle bomen in de tuin mag eten. Je weet, Satan moeten we voor oppassen. Hij komt altijd met een vraag naar ons toe. Is het ook zo dat? Dat heeft hij ook bij Jezus gedaan. Als gij toch de Zoon van God zijt. Ja. En daardoor begint hij om twijfel en ongeloof in ons te bewerkstelligen. En dat doet hij ook bij Eva. Is het ook zo? Hij wil Eva aan de praten krijgen. En Eva gaat in op wat hij zegt. En kijk, en als je met de duivel gaat praten, dan delf je elke keer het onderspit. Hij zal winnen. Hij kan je zo manipuleren en zo in de war brengen. Hij zal het altijd van je winnen. En dat gebeurt hier ook. Want Eva gaat met hem praten, maar Eva zegt iets wat helemaal verkeerd was. Wel zegt ze, ja, dat wij, als wij van een bepaalde boom niet zullen eten, als we daarvan zullen eten, dan zouden wij sterven. Want God heeft met alles wat hij aan de Adam en Eva gegeven heeft, heeft hij wel één wet neergezet. En dat is, zij mochten niet eten van een bepaalde boom, en dat was de boom van kennis van goed en kwaad. Van als jullie daarvan eten, dan zullen jullie sterven. En Eva, die praat niet van die boom van kennis goed en kwaad, maar die praat van de boom in het midden van de tuin, daarvan mogen we niet eten. Maar dat interesseert Satan niet. Hij gaat meteen op de aanval en hij zegt, ja, maar God kan wel zeggen dat jullie zullen sterven, maar ik zeg je, je zal niet sterven. Maar je zal zoals God zijn. Als mijn geest openstaat voor de geest van God, dan kan Satan er niet tussen komen. En Satan weet dat. En wist dat ook bij Adam en Eva. Dus wat gaat hij doen? Hij kan niet spreken tot de geest Adam. Want daar was een communicatie tussen God die geest is en Adam die geest is. En als God naar de tuin kwam, dan wist Adam, hier komt God aan, en Adam ging uit naar God toe. Maar wij zijn niet alleen een geest, we hebben ook een ziel. We hebben verstandelijke vermogens, soms beperkt, maar soms ontzettend veel, maar we hebben verstandelijke vermogens. We hebben wensen, we hebben verlangens. En dat valt allemaal onder dat zielenleven. En die geest en die ziel, die wonen in een lichaam. Dus als ik broeder Hans morgen tegenkom en ik rijd bijvoorbeeld door Meppel en ik zie hem en dan toeter ik en ik zwaai naar hem, dan zie ik daar pastor Hans. Maar dat is niet, en als ik daar naar kijk, dan is het niet de eigenlijke pastor Hans, want die woont binnenkant. Dat is zijn ziel. En die ziel is een onderdeel van de geest. De eigenlijke pastor Hans. En de duivel weet dat hij kan niet tussenkomen tussen de geest Gods en de geest van Adam. Dus wat doet hij? Hij gaat werken op onze verstandelijke vermogens. Hij gaat werken op onze wensen, op onze verlangens. En op onze zintuigen. Dit wat we zien, dit wat we horen. En dan zien we ook, hier gebeurt het ook bij Eva in hoofdstuk 3 vers 6. En de vrouw zag dat de boom, ze zag dat de boom goed was om van te eten. Dat hij lust was voor de ogen. Ja, een boom begeerlijk. Om daardoor verstandig te worden. Dat is allemaal een onderdeel van het zielenleven. En daar gaat de Satan op in. En Eva bezwijkt. En ze gaat eten van die boom. En
Ze geeft aan de man en die gaat ook eten van de boom. En de enige wet die God gesteld heeft is overtreden. En Johannes zegt de overtreden van de wet met de zonde, ongehoorzaamheid. En daar is een zonde gepleegd. En die zonde kon natuurlijk rechtgesteld worden. Als Adam meteen naar God toegegaan was en zegt, joh, ik heb van die boom gegeten, spijt me of wat dan ook. Nee. Er kon gebeurd iets. Ze worden bang. Ze verbergen zich. Als wij een relatie met Jezus hebben, dan is het fantastisch. Maar zodra wij uit het plan van God met ons leven gaan, zodra wij beginnen om onze eigen koers te varen, het eerste wat ons overvalt is vrees. Daarom zitten er vele psychiatrische instellingen vol met mensen die helemaal in de grip van vrees zijn. Zitten de spreekkamer van de dokter vol met mensen die zoeken naar pillen omdat ze vol angst zitten. En angst en vrees zijn geesten, zijn boze geesten. Komen direct uit de hel. God komt Adam weer opzoeken in de tuin. Maar Adam komt niet naar hem toe. Dus God roept Adam, waar ben jij? En dan zegt Adam, ja, ik heb me verborgen tussen de bomen van de tuin, want ik ben naakt en ik ben wat schaamte over hem en zijn vrouw gekomen. En ze hebben vijgenbladeren ervan gemaakt om de schaamte te bedekken. Maar, oh, zegt God, aha, heb je gegeten van die boom waarvan ik jou gegeven zeg dat niet te eten? En dan komt Adam en kon gewoon gezegd hebben, ja Heer, ik heb het gedaan, spijt me, vergeef mij. Nee, wat zegt hij? De vrouw die mij gegeven heeft. Die heeft me van die vrucht gegeven. Dus eigenlijk, God, het is niet mijn schuld, het is die vrouw zijn schuld. Of indirect, Heere God, het is eigenlijk ook niet die vrouw zijn schuld, maar het is uw schuld. Als u mij niet die vrouw gegeven had, dan zou dat niet plaatsgevonden hebben. Met andere woorden, dit is iets wat we vandaag elke dag tegenkomen. Hoe vaak hoor je niet? Nou, waarom heeft God niet ingetreden daar in die vluchtelingenkampen, daar in de Libanon en daar in Syrië? Waarom laat God al dit leed toe? Waarom? En God krijgt overal maar de schuld van. En de mensen zelf, die geven altijd anderen de schuld. Kennen we dit? Niet. Nou, maar ik wel. Ik kom elke dag tegen. Jij wil het natuurlijk moeilijk erkennen, nou, maar het is zo. Ik heb er ook wel eens last van, hè, mevrouw Kink? Tja, goed. Ook geen commentaar. Maar wat zien we nou? Dat de Heere God had gezegd van de mens dat hij zal sterven. Is de mens toch gestorven? Want hij heeft die boom gegeten. Dan laten we naar het lichaam kijken. Nee, het lichaam is niet gestorven. Mm-hmm. Want Adam is oud geworden. Adam is heel oud geworden. Hij heeft kinderen gehad, hij heeft kleinkinderen gehad. Hij heeft nog de achterkleinkinderen gezien. Hij is heel oud geworden. Laten we even denken aan Herman Boon. Die zei ook van, hoe is het toch mogelijk dat Adam zo oud geworden was? Hij zei, ik weet het. Hij heeft nooit een schoonmoeder gehad. Juist. Die geeft ze aan. Maar goed. Maar we zien, dus het lichaam is niet gestorven, dat sterft wel af met de tijd. De ziel is niet gestorven. Nee, de ziel gaat overtijd maken. Want dat zielenleven is bezig om zichzelf te rechtvaardigen. Oh nee, het is niet mijn schuld, het is de schuld van de vrouw, het is de schuld. De Heer van God vraagt ook aan de vrouw, wat heb jij gedaan? Nee, de slang heeft mij bedrogen enzovoort. Dus men is continu bezig om zichzelf in het reine te brengen tegenover God. Maar het lukte niet. Dus het is die ziel, die stierf ook niet, die bleef
doorwerken. Maar wat stierf er dan? En dat was geest, de geest. Adam en Eva, de geest. Die is gestorven. Het was een geestelijke dood. In Jesaja staat dat het zijn uw zonden, het zijn uw ongerechtigheden die u scheiden van uw God. Hier is de mens, God is in de hemel, maar er komt nou een scheiding, de zonde. En zijn hand is niet te kort om te verlossen, zegt de Heere God, maar uw ongerechtigheden hebben die scheiding gebracht. En God verbergt zijn aangezicht voor de mens. Hij is een heilige God, hij kan zich niet associëren met mensen wie het levens bevlekt is met zonde. God, de mens is gescheiden van God. En van toen af is de mens aangewezen op zijn eigen ziel, zijn eigen bekwaamheden, zijn eigen kunnen en zijn lichaam. Maar zijn geest vermocht niks meer. Was gescheiden van God, het was een geestelijke dood. Toch probeert de mens bij God uit te komen. En de Joden, vooral het Joodse volk, is ook bekend. Denk alleen maar aan de 600 en wat is 609 wetten die ze hebben naast de 10 geboden. En ze hebben allerlei wetjes gemaakt en ze willen vooral godsdienstig leven leiden. Of, wat doen de mensen ook? Ze gaan hun eigen goden scheppen. Denk maar aan het hindoeïsme, denk maar aan het boeddhisme, denk maar aan confucianisme, taoïsme, ga zo maar door. Kijk maar naar de Indianen in Noord-Amerika, vooral ook in Zuid-Amerika, Midden-Amerika. Hun godsdiensten zijn puur allemaal occulte religies. Of andere mensen gaan weer andere goden scheppen. Sport. Besteden tientallen jaren soms om het wereldrecord te gaan vestigen, om een paar seconden vlugger te zijn dan iemand die 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar geleden een bepaald wereldrecord, denk maar aan schaatsen, denk maar aan wielrennen of wat dan ook al. En dat is helemaal een godheid geworden. Of carrière. Vandaag wordt er heel veel vanuit ook van de overheidskant ook gepraat over carrière maken. Heel veel mensen wordt carrière een soort godheid. Ik zelf wou op een bepaald ogenblik wilde ik professor in geschiedenis worden. En ik denk, dit is de hoogste op dat vlak, dus dat wil ik worden. En met ziel en zaligheid, om deze uitdrukking te gebruiken, heb ik me geworpen op geschiedenis. Totdat de Heer een keer tussen beiden kwam. En ik las een boek, een geschiedenisboek, was ik aan het lezen, dat de Heer zegt, ja, je leest wel over mensen die gestorven zijn, hè, die geboren zijn en hebben grote dingen gedaan, ze zijn weer gestorven, het zijn allemaal mensen uit de wereldgeschiedenis. Dat wil jij doseren, maar wil jij niet iets anders doseren? Dat is over een man die ook geboren is en die ook gestorven is, die ook een invloed op de wereldgeschiedenis gehad heeft. En nadat hij gestorven is, is hij weer opgestaan. Jezus. En daar in een kwestie van 2 minuten gooit hij mijn hele leven ondersteboven. En ik had er plezier van. Want ik wist gewoon, de Heer had een ander plan met mij. Ik had geen enkel probleem daarmee. En ik doseer uit de Bijbel, op de Bijbelscholen. En niet alleen in Nederland, ook in het buitenland. Dus dat was het einde carrière voor mij. God had een heel ander plan. Prijs de Heer. Dus dat was een scheiding. Nu is het wel zo dat als we nou kijken vanaf de zondeval tot vandaag toe en we kijken naar de wereldgeschiedenis, dan zien we oorlogen, we zien rampen. We zien niet alleen de oorlogen bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, maar overal is het op het ogenblik zo'n beetje. In elk continent zijn oorlogen aan de gang. En wat heeft het gebracht? Terwijl men zegt, ja, wij zoeken vrede. En wij willen vrede. Of het nou de Oekraïne is of in Syrië. De diplomaten komen bij elkaar en ze gaan praten over vrede. Maar er is geen vrede mogelijk zonder de vredevorst.
En de vredevorst is gekomen. Amen. Want al had de mens zijn rug op God gedraaid en volgt zijn eigen goden, zijn eigen leven, nochtans, God heeft nooit de rug gedraaid op de mens. Mm-hmm. En dat is de mens de schepping lief gehad. Mm-hmm. En dan met een bepaald ogenblik is God naar deze wereld gekomen in de persoon van Jezus Christus. En Jezus is niet gekomen om de mens te gaan veroordelen en zeggen, wat hebben jullie er een puinhoop van gemaakt? En dan pop, 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 en hij staat met een stok klaar. Nee, hij zegt, ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar ik ben gekomen om leven te brengen. Ik ben gekomen om redding te brengen. En God zegt zelf ook, hè, want zo lief heeft God de wereld gehad, en daar sluit u en mij ook in, hè, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Geloof in Jezus, maar wat heeft Jezus gedaan? Hij is hier naar deze wereld gekomen. Hij zegt, het woord van God zegt, het loon van de zonde is de dood. De ziel die zondig die moet sterven. Dat is een geestelijke dood, als wij de wetten van God overtreden. Maar ik ben gekomen om jullie leven te geven. Daarom kom, geef mij jouw zonde. Geef mij een hele rotzooi, geef mij een failliete leven. Ik ga er iets anders moois van maken, maar je moet wel de zonde mij geven. En ik heb ze gegeven. En Jezus is gestorven. Hij heeft mij aan het kruis. Met mijn zonde en met uw zonde in zijn lichaam. En waar zijn nou die zonden? Die zijn weg. Want ik heb ze aan Jezus gegeven. En die scheiding is weg. En er komt weer een relatie tussen God en de mens. Tussen God en degene die zich opengesteld hebben voor het offer van Jezus. En Jezus is gestorven. Maar Jezus heeft nooit zo'n zonde gedaan. Hij heeft wel voor mijn zonde gestorven, voor jullie zonde gestorven, maar niet voor zijn zonde. Hij heeft nooit zonde gedaan. Daardoor kon de dood hem nooit houden. En Gods geest is gekomen, heeft Jezus uit de doden opgewekt. En Jezus is aan mensen verschenen, en Jezus heeft met mensen gesproken. Is teruggegaan naar de Vader, waar hij zit aan de rechterhand van God. Maar dat is nog niet het einde van het evangelie, dat wij gered zijn. Het was nog een geweldig werk wat God wilde doen in het leven van mensen. Er staat, we hebben gelezen 1 Romeinen 8, dat het evangelie is een kracht Gods. En die kracht Gods hadden wij nodig. En dan komt de derde persoon van de Godheid naar deze wereld. Jezus komt naar deze wereld in de persoon van de Heilige Geest. En hij wil in ons woning maken, als wij onszelf voor hem openstellen. En Jezus is aan de Heilige Geest gekomen. En de Bijbel zegt ook, dat door de werking van de Geest, kunnen wij de dingen van het lichaam, de dingen van het vlees, kunnen wij door de Heilige Geest, kunnen wij overwinning hebben over de zonde. Amen. Want de mens, dat zegt het Oude Testament ook, is geneigd van nature om van nature uit te zondigen. Dat is een deel van de natuur van de mens. Maar nu komt Gods Geest en die geeft ons kracht om voor hem te leven. En de zonde te overwinnen. Opdat wij volledig vrij zouden kunnen zijn. Jezus heeft voor zo'n zonde betaald, ja, dat is mooi. Maar hij is ook gekomen opdat wij vrij zouden zijn van de zonde. En daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. En we zien dat Jezus staat daar ook staat, dat dan ga ik even naar de Romeinenbrief weer, of naar de Romeinenbrief, hoofdstuk 8, ja, hoofdstuk 8, vers 15.
Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. He, kan je onthouden dat ik gezegd heb dat als wij zondigen, dan komen wij onder de geest van angst en de geest van vrees. Nou, dat is nou voorbij. We hebben nergens iets om voor te vrezen. Je hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt het ontvangen, de geest van het zoonschap. Amen. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Wij zijn kinderen van God geworden, wij zijn zonen en dochters van God geworden. En wij noemen God niet alleen meer God, maar wij noemen Vader, Abba, in het Hebreeuws. En die geest, de Heilige Geest, getuigt met mijn geest. Kunnen we even aandacht hier geven? Ja. Maar die geest getuigt samen met mijn geest, de Heilige Geest getuigt samen met mijn geest, dat ik een kind van God ben. Amen. En daar kan geen duivel tussen komen. In de naam van Jezus, dat we proclameren. Rust en vrede tijdens deze dienst. En elk plan van de duivel op dit. Alles te willen ruïneren of te verstoren, verbreken wij in de naam van Jezus. Goed. En die geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. Zijn wij kinderen, dan zijn we ook weer erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wat is dat erfgenaam zijn? En dat is dat toen Jezus op de aarde was, ontving hij de Heilige Geest, en het was in de kracht van de Heilige Geest, en onder de leiding van de Heilige Geest kon Jezus zijn werk doen, en heeft hij de wil van de Vader gedaan. En dat is dat hij mensen bevrijd heeft, hij heeft mensen verlost van zonde, en hij heeft de wereld overwonnen, en hij heeft de duivel overwonnen. En wij zijn nu zijn kinderen. En diezelfde Heilige Geest woont in ons. Diezelfde Heilige Geest. En als wij Jezus echt aangenomen hebben in ons leven en hebben gezegd, ja, wij willen u volgen. En dan mogen we ook weten dat wij ook die zalving dan ontvangen hebben. Kijk, dan hebben wij die kracht Gods, het evangelie is een kracht Gods tot behoud. Het evangelie heeft mij bij Jezus uitgebracht. Het evangelie heeft mij behalve dat hij mij dus bij Christus gebracht heeft, heeft hij ook gemaakt dat ik gezag hebben over boze geesten. En Jezus zegt, hè, in zijn laatste opmerking, in zijn laatste, een van de laatste redenen aan de discipelen, dat als wij geloven, ja, dan zullen deze tekenen volgen. En een van dit is dat wij zullen boze geesten uitdrijven. Op zieken zullen wij de handen leggen en zij zullen genezen. Ik ben een paar dagen geleden ben ik 75 geworden. En lichamelijk voel ik me misschien 60 en geestelijk voel ik me misschien 40. Maar opmerkelijk was dat ik moest een nieuw rijbewijs hebben. Of een verlenging van het rijbewijs. En dat heb ik ook gekregen, maar ik moest een medisch onderzoek ondergaan bij een arts. Bij een arts, een onafhankelijke arts, niet mijn huisarts. En ik was zo stom verbaasd geweest, dat 5 jaar geleden had ik nog suikerziekte, lichte mate dan. En ze zegt, ja, maar ik kan geen suiker vinden. Iets anders was, ze zegt, ja, wat ik ook niet begrijp is dat u bent 75 op deze leeftijd, u gebruikt geen medicijnen, en de bloeddruk is normaal. Schijnbaar mensen op deze leeftijd
leeftijd hebben medicijnen en dan is een bloeddruk te hoog of te laag of wat dan. Maar bij mij is het normaal. En sommige van jullie kunnen misschien onthouden dat ik hier eerder geweest ben, altijd met een bril op. En ik leef zonder bril. Mijn ogen zijn verbeterd. Maar dat Jezus geneest. En ik ontvang die genezing. Goed. Dus, nou kom ik terug naar die tekst, dat de evangelie is een kracht van God. Die kracht van God die woont in ons door de Heilige Geest. Tot redding, ook tot genezing en ook tot bevrijding. En ik had bevrijding nodig. Ik heb, toen ik 18 was, heb ik een zelfmoordpoging willen doen. Dat is mislukt. Ik vond het niet zo prettig toen, maar ik ben blij daar nu wel daarover. Ik wist ook niet wat ik deed trouwens, maar goed. Maar ik zag het allemaal niet zitten. En ze hebben op ongewondenheden bij mij geweest. En het heeft ook met mijn achtergrond te doen. En nou, ook ik heb geen moord gepleegd, ik heb geen drugs gebruikt. Maar voor de rest, wat tegen God een gebod was, dat heb ik wel iets van meegepikt. En met Jezus bevrijd. En van mijn huis uit was ik een atheïst. En nou, in de afgelopen jaren zijn mijn vrouw en ik, of ook wel sommige mensen uit de gemeente die meegegaan zijn, zijn op 4 van de 5 continenten van deze planeet zijn we geweest om het evangelie uit te dragen, die kracht van God uit te dragen. Ja, van atheïst tot dit, dan moet er iets zijn. Van de kracht van God om dit mogelijk te maken. Nou, prijs zijn naam. Ik gooi je hele leven ondersteboven. Amen. Maar we moeten open zijn. En vanavond zegt Jezus ook uit Openbaring 3. Ik sta bij de deur en ik klop. Hij klopt rustig, hij klopt gewoon. Maar hij klopt dan aan de deur van je hart. En die zei, oké, ik wil binnenkomen. Maar die knop, de knop van de deur zit aan de binnenkant. Wij moeten die deur openmaken en zeggen, Heer Jezus, ja. Verander mijn leven. Geef mij een nieuw leven. Ik heb het nodig. En sommigen zijn, misschien zijn er bij u enige mensen, ik denk wel, dat die zeggen, ja, goed. Ik heb een relatie met Jezus gehad, maar het is verwaterd. Het is, klop opnieuw bij de deur. Staat niet voor niets, ja, in de wereld spot men daarmee, maar klop en opengemaakt, er zal opengemaakt worden. Vraag en gij zult ontvangen. Bid en gij zult ontvangen. Vraag en gij zult antwoord krijgen. Nou, maar het is waar, het is een Bijbels gegeven. En God is nooit, hoe groot onze zonden ook al geweest zijn, wat we allemaal uitgevreten mogen hebben, excuus deze uitdrukking, maar wat het ook al mag zijn, God zal nooit zeggen, ik wil hier niks met jou te maken hebben. Als wij met berouw naar toe komen en zeggen, Heer, ik heb er een pijn ook van gemaakt, maar ik heb u nodig, ik heb u de kracht van de Heilige Geest nodig, dan zijn we altijd beschikbaar. Laten we even de ogen sluiten.